Jij gaat nu dat schilderij doen? Ja, ik ga nu een schilderij doen, weer. Dus ja, voor alle, voor alle niet-kunstminnaars, u kunt de knop omzetten op dit moment. En zeker ook die meneer, die vindt dat de historici niets te melden hebben over kunst. Wat eigenlijk een hele vreemde opvatting is. Omdat kunst toch zozeer verweven is met geschiedenis, maatschappelijke processen, opvattingen, culturele gegevenheden. Maar goed... Eh, ik vond eigenlijk altijd eh, dat historici te weinig geïnteresseerd waren in kunst. Dat historici bijvoorbeeld er heel verstandig aan zouden doen om, zeker sinds er romans zijn, hè, zeg maar de, de moderne roman, om die te lezen. Hè, er zijn toch tal van negentiende-eeuwse romans die een fantastisch beeld, tijdsbeeld geven, wat veel en veel beter is dan enige historische beschrijving. En, en ook, ook ten aanzien van, van schilderijen of andere toneel, het kan van alles en nog wat zijn, eh, is, toch, eh, is kunst vaak enorm interessant als teken van de tijd. Dus het, ik vond dat kunsthistorici vaak te weinig wisten van zeg maar, wat geschiedenis is. En ik vond altijd dat omgekeerd wij, historici, te weinig wisten van literatuur en schilderkunst. Het is natuurlijk een heel raar idee dat, dat kunst niet tot de geschiedenis hoort, toch? Een raar idee. Kunst is toch een puur historisch gegeven in alle ja. denkbare opzichten. Ja. Als je in Pompeji naar die, naar die muurschilderingen gaat kijken, dan zal het toch een van de allereerste dingen zijn die je opvalt, wat een totaal andere cultuur dat was. Niet waar waar het christendom geen enkele rol nog had gespeeld. Wat ook lastig kon natuurlijk in dit geval. Maar misschien moet je uitleggen waarom je het belangrijk vindt om dit te bespreken in de podcast. Ja, ja waarom vind ik het belangrijk? Dan zit ik weer met een probleem, ik vind het gewoon leuk. Ik weet niet, iemand suggereerde het van in de ja, ja. brieven toch? Kan die niet eens wat aan kunst doen? Dus die is het schuld? Ja, die is het schuld. Ja, ik weet niet wie het was, maar die zijn schuld is het schuld. En ik vind het leuk om te doen. Ik heb het ook altijd leuk gevonden om stukjes over schilderijen te schrijven. Die, die ja. Wat ik nu dan in feite gewoon in, in deze podcast vertel. Maar ik, ik sprak van de week ook <coughs> iemand. en zei: Ik luister alles behalve één aflevering. En dat was de aflevering over de postzegels. Die vond ik ook afschuwelijk, zei die. Postzegels. Je hebt een keer over postzegels. Had je ook ja. zo'n boekje meegenomen? Ja, postzegels. Ook een heel leuk, interessant onderwerp. Dat postzegels ook een. <coughs> ja, is even, mijn stem is even verdwenen. Maakt niks uit. We doen. Dit kun je er allemaal uitknippen toch? Ja, 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 we kunnen allemaal uitknippen. Hoewel ik wel eens gedacht heb een bandje te maken van het hoesten van mijn broer en mijn zuster. S ochtends bij het ontbijt. Allebei rokers natuurlijk. Grote God en toe. Daarbij vergeleken is dit hoesten van mij echt kleuterige hoest. kan het niet anders noemen. Puur kleuterige hoest. Dat was dat kon al twintig minuten achter elkaar doorrollen. Oh. Dat is echt ongelooflijk werkelijk. Maar goed, wat jij zei nog iets, dat hij had niet naar de postzegels geluisterd. Nee, dat was dat. Hoogst interessant onderwerp. Ik heb al, al, al jaren gedacht dat ik een leuk boekje wilde schrijven over postzegels. Ja, maar het is dus toch, het is zo'n niche dat, dat jij het leuk vindt en een paar anderen met je. En dan houdt het al snel op. Ja, dat is enorm. Jammer, al die dingen die, die je zelf hartstikke leuk vindt, maar die andere mensen niet leuk ja. vinden. Maar bij deze het oproep zoek u even terug. Postzegels, hele leuke aflevering. Ja. Eh, maar ja, mijn, mijn uitgever was nooit een klap geïnteresseerd in mijn ideeën over hoe je een leuk boek over postzegels zou kunnen, zou kunnen maken. Er bestaat nou een ontzettend leuk boek over vogels op postzegels: eigenlijk een vogelgids en een. En een gids van, van Postzegel's Overvol. Ja. Le heel leuk gedaan. Dat heb je toen ook verteld, volgens mij. Ja, dat heb ik. Of misschien zelfs wel laten zien. Hartstikke leuk gedaan, vond ik ook. Ja, dus we gaan nu uh, toch weer een schilderij doen. Als mijn stem het een beetje wil houden. En dat is een totaal andere schilderij dan Jagers in de Sneeuw. Het is ook in een totaal andere tijd gemaakt. De thematiek is ook Totaal anders. Het is namelijk een schilderij wat heet L'été. Dan weet u het eigenlijk al, het is inderdaad, u dacht het al, een Franse schilder. Hangt overigens in een Duits museum waar het gewoon zomer heet. En wij zouden het de zomer kunnen noemen. En het is geschilderd in 1874 door een Franse schilder die heet Monet. En Monet, dat zal bij vrijwel iedereen toch wel een lampje. Laten branden. Niet waar, een van de grote voorgangers van het impressionisme. Misschien wel de grootste impressionist die geschilderd heeft. En daarna ontwikkelt die schilderkunst zich weer op allerlei interessante manieren. Waar we in principe betrekkelijk weinig over gaan zeggen. Want het zijn vaak toch op een, ontwikkelt het zo op een manier die ik niet bijster aantrekkelijk vind. Maar dit schilderij, Lethe... Van Monet, geschilderd in 1874, is. in mijn ogen een verbijsterend meesterwerk. Het is een uitgesproken impressionistisch schilderij. Ik ben er ook van overtuigd dat het geschilderd is en plein air, zoals dat toen heette in die tijd. Hij heeft buiten gezeten met zijn paletje en zijn schildersezeltje. en hij schildert eigenlijk. Ja, een landschap, je ziet blauwe bergen in de verte, er staat hoog gras, maar het is duidelijk, het is zijn vrouw en waarschijnlijk een vriendin van zijn vrouw of zoiets dergelijks en zijn zoontje. Zijn vrouw heette Camille, die is niet oud geworden. En eh, ook dit schilderij over zit in die, in die eh, hoe heet het, de reeks van, van Google waarbij je eigenlijk tot in het kleinste detail kunt zien hoe het geschilderd is. En nou ja, vergelijkt u nog maar even jagers in de sneeuw met dit schilderij, LT. En u ziet dat hier met wat, wat hier gedaan wordt op een, op een doodsimpele manier, want je, dat denk je tenminste, hè, dit is, dat kan ik ook, dat denk je al een bergval, als je ziet hoe die dat met de, als je naar die details kijkt, dan denk ik, bah, en dan zie je dat hele schilderij. En ik zou, ik weet geen zomerse tafreel dan dat schilderij. Het is ook, naar mijn idee, een van, de, een van zijn meest totaal overtuigende impressionistische schilderij. Het impressionisme is overigens door een, een, een negatieve criticus eh, benoemd. Omdat op een andere tentoonstelling, vrij kort daarvoor, een schilderij van. Eh, Monet ook heen. Dat heette Impression Soleil Levant. He, uh, impressie van de opkomende zon. Uh, wat naar mijn idee ook best aardig is. En je begrijpt best waarom het uh, zo genoemd werd. Maar ik vind dit eigenlijk een veel, althans mij sprak het veel meer aan, dit schilderij. En wat is het impressionisme? Het impressionisme is eigenlijk een, een schilderkunstige richting. Waarin, eh, ...waarin het vooral gaat om de eerste impressie van datgene wat je ziet... ...om die zoveel mogelijk en zo natuurlijk mogelijk op het doek te krijgen. En bovendien is, daar, wordt daar een hele andere schilderkunstige techniek voor gebruikt... ...namelijk een, een hele losse toets. Dat kun je ook, als je even in dat google ding en je kijkt... ...en ik kijk bijvoorbeeld naar het hoofd van zijn vrouw... ...zoals hij dat, heeft, dat is even, even los aangezet, het is juist... Het, het wonder dat dat schilderij zo werkt. als je op twee meter afstand gaat staan. En, 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 en als je dan kijkt hoe dat in feite met de kwast gedaan is. dan denk je: grote god, nog een toe Je denkt altijd: kon ik dat maar? Zo, dat denk je erbij. Hè? Je bij heel weinig dingen denk ik: kon ik dat maar? Ik denk nooit bij Max Verstappen: kon ik dat maar? Nooit. Maar je hebt, van die, je hebt van die pianisten dat je ook denkt. Ach Jezus, als ik toch als ik dit zo zou kunnen spelen, dat, dat, nou, dat, dat zou wel zo'n ongelooflijk gelukzalig gevoel moeten geven. Nou, dat zou ik ook kunnen krijgen als ik, als ik dit schilderij. Nu de vraag natuurlijk, waarom heet het ook Zobber? Want dat is het bordje wat het bordje aangeeft in het museum. Ik zag dit schilderij voor het eerst. Ik denk 30 jaar geleden of zo, we hadden we een uitwisselingsprogramma met, met Berlijn. Met het Amerika-instituut in Berlijn. Wat uh, vrij omvangrijk was. Goed geoutilleerd ook. En dat was toen nog in Dahlem. Dat is een buitenwijk van Berlijn. En ja, God. Als je in Berlijn bent, ga je ook naar de musea. En dit hing toen in de Neue Nationale Galerie... En dat, die was ondergebracht in de kelder. Van een gebouw van uh, Mies van der Rohe. Het enige. Gebouw, heb ik begrepen, van Mies van der Rohe, die een hele beroemde architect was, die naar Amerika is uitgeweken vanwege het de Derde Rijk. Wat in Duitsland gebouwd is. Het is een veel bewonderd gebouw. Het is overigens helemaal gerestaureerd een aantal jaren geleden. En iedereen vindt dat ontzettend mooi, behalve ik. Ja, ik, het, het, het is toch. Het, het dak is te zwaar. Je hebt, net, je hebt steeds het gevoel dat, dat de luchtige. Onderkant dat die geleidelijk aan in die kelder zal verdwijnen. Dus, eh, maar dat doet er natuurlijk allemaal niks toe. Want in die kelder hing dat schilderijleed, wat ik nooit gezien had. Niet, niet uitzonderlijk. Want Monet heeft 4000 schilderijen achtergelaten. Dus ja, dat je de cer en niet hebt gezien. Zeker niet als het in Berlijn hangt, voor mij is het natuurlijk altijd af. komt dat ding in Berlijn? Gekocht door de kunsthandel, aangekocht in dat tijd door het Museum. Maar goed, dat we zullen zo, zullen, ik zal zo vertellen waar het nu wel hangt. Lethé. En ik denk op nog geen tien meter afstand van dat schilderij. Lethé, hou nog even in gedachten, het is van 1874. hing een opmerkelijke impressionistische schets van een schilder waar ik nooit van gehoord had. Adolf von Menzel. Een Duitse 19e eeuwse schilder. Dat schilderij heet de Balkonzimmer, de, de balkonkamer. Eh, fantastisch gedaan. En als u ernaar zou, zou kijken, ook hier, dit is ook in, is zit ook in die Google-serie, dan zegt u dat dit een impressionistische schilderij Ja, dat is een compleet geniaal impressionistische schilderij. Het is ook volkomen onduidelijk waarom het zo'n zo meesterlijk schilderij is, wat je nooit meer vergeet. Ik dat dat geloof dat ik toen meteen vijf briefkaarten ervan gekocht heb. om aan Jan en allemaal te sturen. Moet je nou toch eens kijken wat ik ontdekt heb. Niet waar? Zou het nou das, das, das zien? Of dierbalkon zien? Nou, zie je. Ook als je redelijk Duits spreekt, zoals ik. dan is het je niet duidelijk of het dier, of die, das is. Je het even opzoeken. Maar goed, ja, je kunt het even opzoeken. Ik gok ook das. Balkon Typ dat maar in, dan zie je het vanzelf: aanhalen van mensen. Maar nu komt niet waar de frap van dit verhaal. Die schets, die balkoonsime, is van 1845. Dus dat is gemaakt 30 jaar. Voordat voor het impressionistische stijl van Monet zich had ontwikkeld. Het is das trouwens. Het is das, ja, balkoonsima. Oké. Goed okay. zo. Ik ga het daar nog over hebben. Waarom dat zo'n meestelijk schilderij is. Waarom voor mensen. Kijk, als je aan de, aan de 19e eeuw denkt, dan denk je toch aan Parijs en aan, aan al die impressionisten en gaan ze maar door. Je denkt natuurlijk niet aan, aan Duitse schulders. Nou, misschien begin 19e eeuw, Caspar David Friedrich of zo, hangt dan altijd de vage geur van het Nationaalsocialisme bij, maar wat toch eens volkomen onterecht is. Maar je denkt toch niet aan Van Mensel, die bovendien een autodidact was en een dwerg. Het is wel heel oud geworden. Maar goed, ik zal later. Zal ik maar... Kijk ook nog even voor de aardigheid naar dat balkoonsim. En u zult zien dat de penseelvoering, de manier waarop dat geschilderd is, precies hetzelfde is. En dat je dus ziet dat een briljante schilder, zoals Van Mensel... als hij een schetsje maakte. Want dit is een schetsje, hij heeft meer schetsjes gemaakt. Niet waar? Dat hij dat die ook al al 30 jaar voor. Dat het impressionisme een officiële beweging was geworden. kon van mensen al fantastisch impressionistisch schilderen. Maar goed, eh, tegenwoordig hangen deze dingen niet meer. in de, dat gebouw van de Nooie Nationaal Galerie. Die hangen merkwaardig genoeg. in de Alte Nationaal Galerie, en die bevindt zich op het zogenaamde Museum Insel. Wat tegenwoordig unesco Werelderfgoed is. En dat die, die Alten Nationale Galerie, waar tegenwoordig alle 19e-eeuwse schilderkunst hangt. Dus ook weer, Mensel hangt daar, Monet hangt daar, fantastisch museum. En, en dat is, de, de uiterlijk is een Griekse tempel.